We zijn hier zo nu en er staat daar een politieauto stil. Ah nee, stop het geluid! Stop het! Yo guys, welkom weer bij een nieuwe vlog. Vandaag gaan we heel veel dingen weer doen. Heel veel leuke dingen. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Laat vast die like achter. We gaan vandaag eerst beginnen om naar de stad toe te gaan. Dat gaan we nu zo meteen doen. Het is nu 9:30 's ochtends. En daarna gaan we een nieuwe video opnemen met een paar gasten. Een paar maten van ons uit de buurt. Jullie kennen ze ook vast wel allemaal. En dat gaan jullie dan ook nog allemaal zien. Wat voor video het wordt. Precies, met alle details erop. Dat zien jullie later pas in deze video. Maar ja, dit is een soort van behind the scenes daarvan. En ja, we gaan nu eerst gewoon lekker naar de stad toe. Oké, zoals je achter ons kan zien, het metrostation, en we lopen er nu van weg, want er is een vertraging van een uur. En we gaan nu niet wachten, we gaan nu gewoon lekker de auto pakken. Poging 2 om naar de stad toe te komen. Check dit, hoeveel spots hier zijn. Niet normaal. We spelen dit voor de views, hè. Het is niet, niet voor plezier, toch? Nee. Nee. Oké, we zijn in de parkeerplaats en we zijn aangekomen. Lekker shoppen. Ja. En we gaan nu even kleding halen bij de Burger King. Er is daar een trouwerij bezig. Wouter is aan het zoeken naar Zubats. Nee. We zijn nog steeds niet bij de Burger King aangekomen. We zijn nog steeds onderweg. Kijk, moet je zien. Uitgekomen. Kijk hoe druk het is hier. Kijk, Wout staat met al zijn vrienden hier. Nice, Wout, je moet echt in de rij staan hier. Het is daarachter. Ach. Wat zijn wij het is doen? Gewoon hier. Jongen. Nou, echt, dit zijn echt gare winkels, man. Oké, we gaan even lekker een potje rennen. Ik was sneller. We gaan even... Waar gingen we nou even kijken? Man? Ja, waar gingen we nou even kijken? Waarom doen we hier eigenlijk? Kom, gaan we naar huis. Gaan we naar huis. Kijk, deze pet hiervoor ga je naar de winkel. Kut. Alles gaat fout vandaag. Ja, doen. We gaan weer naar huis. Let's go. Die verkopers kijken ons ook echt allemaal aan. What the fuck doen jullie, man? Back at it again with the nice sunglasses. Dit is waarvoor je nou naar de winkel toe gaat, uit. Snap je dat nou? Oh, je wel. Ja, ik krijg hem niet goed, toch? Zelfs de mensen die hier werken moeten lachen, Wout. Hij is van... Hij is lekker flexibel. Hij is een beetje rubberachtig, zo. Deze brillen, lauw. Als de verkopers je uitlachen, Wout, dan weet je hoe laat het is. We zijn een kwartiertje aan het wikkelen en Wout moet naar de wc. Ja, oké. Okay. Wow, shoppen met Wouter. We zitten op 8 meter hoogte. Wouter vergeet soms dat er ook andere mensen in de winkel zijn. Welkom bij Camping Life. Hallo, ik zal even een introductie geven van mijn camping. We zitten vandaag in Italië, hoogseizoen, lekker weer. Een ruime tent, slaapgedeelte daar. Gaan we nu door naar het Gardameer. Het is lekker eten. Wij gaan hier nog even lekker sporten, we zien jullie zo meteen buiten. We are here at the store, playing Pokémon WoW. Oh, jij kan jou bij mij. Kijk, sick. Ja, leuk. Zo, zullen we even met hem mee gaan sporten? Nee, niet doen. Dan, we gaan. Zo, was dit een grote winkel, hè? Ja, we hebben echt genoten. We hebben alles ingeslagen. We gaan nu naar huis, dan gaan we voorbereiden voor een hele leuke video. Dus daar gaan we nu heen. Let's go. We zijn weer terug thuis en we gaan nu wachten op de gasten. Het is 12:30, 1 uur hebben we afgesproken. En dan gaan we de video maken die jullie al hebben kunnen zien. Ja, dat wordt een hele leuke challenge. We hebben hier echt een mooie startpack liggen, jongens. Check dit. Handdoeken. Holy shit. Handdoeken. Niet 1, niet 2,
Nu 3, nu 4, 5. 5 volle, 7 flessen. Een puce. Een puce. Ja. En een zeep. 2 bezems. Doei hè. Doei. Hier, nog een zeep. En hier zo'n 5 flessen. Die gaan we de 3 vullen. We hebben een heel groot cel binnen nog liggen. Daar gaan we nu heen. En haringen natuurlijk om het vast te leggen. Jongens, we zijn helemaal klaar voor deze challenge. En dit is de Slippy Crossbar Challenge Starter Pack. Dus als je het ook wil doen, check dit even. We hebben je niet nodig. Doe je? We gaan nu de challenge doen. Oké, we lopen nu op het veld. Hier gaan we de challenge doen. Wordt super lauw. Kijk, het kleed ligt al daar. Het kleed, het cel. We gaan met de voetballen, gaan we proberen de crossbar te raken, de lat. Kijk daarachter. Ah, dat is leuk. Ik hoop op die leeftijd ook nog een beetje te kunnen scooter rijden. Kijk hier, we zijn lekker op een boerstuk veld. Van de mensen die daar wonen. Echt een dikke shout-out naar hun dat jullie dit mogen doen. Daar is de goal, hier voetballen we altijd. We gaan die opnemen. We zijn met z'n vijf, we hebben Maxime, Jelle en Ben. En natuurlijk Wouter en mij. We zijn hier zo nu. En er staat daar een politieauto stil. En we weten niet wat we fout doen, maar ze blijven er staan. We gaan nu de challenge opnemen. Okay. De politie staat er gewoon nog steeds. Oké, maakt niet uit. We gaan gewoon opnemen, jongens. Let's go. Oké, jongens, Crossbar Challenge is gefilmd. Dankjewel. We gaan nu naar huis toe, het is helemaal goed gegaan en Ja, nee, het was echt leuk. Nu doen we even een shirt uit, dat is goed voor de views. Dus doe je. Zo, weer zo'n daas. Hier zit hij! Hier zit hij! Hier zit hij! Dat raad waar we zijn. We hebben net een challenge opgenomen en nee, we zijn niet naar huis toe gegaan, we zijn naar de Mac toe gegaan. Volgens mij moet er een auto achter ons staan. En kijk, de auto is 100% bepakt. Dat hoor je ook. Kijk, hier de zo. Auto heeft geen pk's. Zie je, alles is benut, alle gaatjes. De drone, de tas en alle gaatjes zijn gevuld. Vol bepakt naar de Mac. Dus we zijn nu aan het wachten op ons eten. Zo, wat duurt dat lang? Komen die 4 chili chickens vanaf. Zo. Ja, hij eet er 3. Nee. Ja, sorry, ik eet er 3. Wat is dit? Ik heb honger, oké? Nou, dat is die andere voor mij toch? Nee, want ik had 1 chili chicken en 1 Mac chicken. Wat heb jij, Ben? Big Case chicken, menu. Zo, menu? Nee, nu. Wil je menu? Ik heb chili chicken en Big Case chicken, want ik dacht 4 is voor iedereen 1. Nee, ja, hij moet gewoon even gunnen, want hij wil weer chili chicken. Fuck, man. Maar jullie krijgen ook altijd 1. Ruzie, de auto gaat helemaal fout, ik wil hier weg. Hamburgers, met korting. Daar komt hij hoor. Bedankt. Bedankt. Het is nu dus kort voor 4. Maakt mij niet uit. Het is middags en we hebben nu dus aan €20 aan burgers besteld bij de Mac. En ja, we gaan nu lekker smikkelen. Er gebeurt toch helemaal niks nu? Iedereen is gewoon aan het genieten. Zo goed, hè? Oké, we zijn zo, als je kan zien, nu thuis. Ben en Wouter zijn hier ook nog. En kijk, we zitten nu alles erop te zetten van de Slippy Crossbar Challenge. Ja, we wachten nu even tot het alles erop staat. Dat gaat nog wel even duren, ik denk tot in de avond. Het is nu iets over 5. En in de avond gaan we nog even chillen met de groep waar we net mee hebben opgenomen. Ja, dan kunnen we beginnen aan de edit voor deze video. Oh, you should know that. I got you on my mind. Wat doe je? Lekker. Dat het nooit echt stoort. Niet hem kruisen. Oh, like nee, that. Maar Wout die zag niet. Hij had helemaal niet over. Zo, nu zie je hem niet meer. Kom, we gaan gewoon ineens juichen. Ja! Ja, hij zat yeah, in. Lekker bed. Ja, lekker bed. Ja, weet je wel, je had zo'n feiten, man. Boom, zo'n ding. Ja! 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 Maar de golden klauwen. Robert-Jan gaat even een verhaal vertellen. Echt? En het is kapot lui. Robert-Jan vertellen, het is echt goed verhaal. Oké, ik ga nu even een kort verhaaltje vertellen. Kort.
We waren eergisteren, waar we een workout aan het doen met deze twee knapen en ik. Toen wilden we dus muziek hebben en er stond een oude cd-speler. Dus die probeerden we aan te krijgen, lukte niet. Het was zo van, hey, welke cd zullen we erin gooien? Want die lagen allemaal naast, dus ik ging daar alvast naar kijken. Toen zei Wouter of ik, doe iets Braziliaans of zo. Dus toen begon Ben ineens Summer Jam te zingen, je hoort nu het nummer. 'Cause I can't take it. This ain't nothing but Summer Jam. Toen hadden we zo'n random hele witte cd, iedereen kent hem wel. Die gooiden we in de cd-speler. Op een of andere manier kregen we de cd-speler aan en raadden welk nummer worden. Ja, dan was dat dus dat nummer wat Ben aan het zingen was. Dus dat was zo creepy. En er was echt geen manier dat ik wist dat dat het eerste nummer was in de cd. Precies. Dat was echt onmogelijk. This ain't nothing. Oké, en dit gebeurt er dus nu. Volgens mij zijn die het geesten of zo. Ja, want kijk, hij schiet gewoon ineens uit. We stonden voor. Is dit, man? Wat is er nou gebeurd? Ja, het is een update nodig, maar dan sluit hij echt gewoon af. Hij sluit hem gewoon halfwege wedstrijd af. Zo van, doei. Hij geeft echt helemaal niks aan wat wij doen. Ja, nee. Hij zegt gewoon, hey, doei. Tel uit je winst, doei. Kijk, we gaan nu Eevee laten evalueren. Iedereen weet het, hij kan drie verschillende vormen hebben. Waarom heb je niet? Oh, mij, dat gaat niet. Ga eens. Ga je nog wel? Heb je vast? Pokken. Ja, ik wilde hem helemaal niet. Ik wilde die elektrische. Gaat hij. Dus dan gaan wij nu even. Dan gaat ook komt. Als er nu weer die blauwe is, dan sluiten we nu de vlog af. Oh. Jij hebt de gaarste. Hoezo de gaarste? Ik vind niet luist. Wow. Oké. Okay. Ik ging daar juist voor die. Oh ja, dat zei ik ook toen had ik die blauwe had. Kijk eens wat ze. Hatsa. Oké, we doen deze ook nog even. Welke Eevee zal dit worden? Is weer die vuur. Is weer die vuur zeker. Dan wordt hij wel boos. Oké, wat wordt deze Eevee? Eevee. Als die blauw is. Yeah! Yeah! We hebben ze alle drie. Yeah, sheet. Klap dit valletje uit. Ja, het is weer een nieuwe morgen. En we hadden de vlog gisteren niet helemaal afgesloten. We waren hier gisteren nog aan het chillen met Ben en Jelle in deze loungehoek. Dat was super leuk. Maar voordat ik deze vlog af ga sluiten, wil ik jullie eerst even wat laten zien en vertellen. Want ik had gisteren de schoenen gekocht. We liepen dus door zo'n scanner heen. Maar toen ging die keihard piepen. En ja, je ziet nu al waarom. Het komt natuurlijk omdat het alarmdingetje er nog aan zit. We hadden het gewoon betaald. Dus we snapten niet van, waarom piept die nou? En deze zaten toen nog in de tas. Dus vandaar dat we niet wisten dat dit ding er nog aan zat. Dus ze waren vergeten om dit dingetje eraf te halen. We gaan het er nu gewoon afknippen. We hebben de toestemming ook van de winkel ervan gekregen. Want je hebt natuurlijk soms dat er een verfbommetje uit zo'n alarm komt. En ja, nu, dat is nu niet het geval gelukkig. Er komt nu, zeggen ze, een heel hard geluid uit als je het doorknipt. Dus we moeten hem ergens, diep ergens achter in het bos bij ons gaan begraven. Want anders dan krijgen we er nog heel erg veel last van de komende weken, zeggen ze. Dus dat gaan we zo meteen nog even doen voordat we deze vlog af gaan sluiten. En eerst nog even snel koffie. Oké, we staan nu lekker in de schuur. En we hebben de nijptang. We hebben... Er vliegen net een zwaluw weg. We hebben de schoenen. We hebben de nijptang. En we gaan gewoon even lekker knippen. We zijn heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren met dit alarm. Kom op, Wout. Ja, hij is al... is hij al door. En er gebeurt gewoon helemaal niks. Ah, ah, nee, stop het geluid. Stop het. Anticlimax dit. Oh, wat? Is hij nou kapot? Oh. Nou, kijk, je ziet het. Hij is gewoon doorgeknipt. Maar Wouter was de hulk. Ja, we hebben heel lang inderdaad geluid gehoord nu. Nou, jongens, we hadden wat meer spektakel verwacht. Het was er wel voor een paar seconden. Jullie weten wat jullie moeten doen als jullie deze video leuk vonden en meer vlogs willen. En dan zien we jullie weer bij de volgende vlog of video. Later!